Het is oranje wat de klok slaat, want het is vandaag de meest burgertruttige dag van het jaar. Oftewel de derde dinsdag in september, oftewel Prinsjesdag. En wat doe je op Prinsjesdag? Dan ga je heel vroeg staan blauwbekken bij een hek om een glimp van de koningin te kunnen opvangen. We dachten van nou, als we een goed plekje willen hebben, moeten we hier bij tijd zijn. Dus op een gegeven moment zijn we hier gaan staan. En de ijskerman zei, dit is een goede plek. Dus hier zijn we dus ook gebleven. En waarom is het zo belangrijk om een goede plek te hebben? Ja, het is natuurlijk wel leuk, hè. Een bepaalde sfeer als je uit Den Haag komt. Ik woon al jaren niet meer in Den Haag. Maar als je hier eenmaal geweest bent, dan neem je gewoon die dag vrij. Dat is hartstikke leuk. U heeft er vrij voor genomen? Ja, ik neem een vrije dag. Zo, Eppo en Eppo. Ja, Hoe haalt u het in uw hoofd om er zo bij te gaan lopen? Ja, dat is van ons werk, hè. We gaan met ons werk een dagje uit, dus... Meneer, u bent tegen het Koningshuis? Dacht u? Ik dacht aan de kleur te zien van niet. Maar een oranje penis op uw hoofd. Ja, dat is... Dat maakt u ervan. En zwaaien, hè? Ja, dankjewel. Met de penis. De bobo's staan gewoon tussen de normale mensen? Ja, dat is een teken des tijds dat de bobo's gewoon normale mensen zijn. Ja. De enige bobo's zijn eigenlijk nog de mensen met camera en microfoon. Het Koningshuis misbruikt echt iedereen, want hier zit een mevrouw die niet eens weet waarschijnlijk dat ze een kroontje op haar hoofd heeft. Mevrouw, u heeft iets op uw hoofd. Zij kan het nog zelf beslissen, maar er zijn ook mensen die niet... Weet u dat? Kan u even uw mond houden? Weet u dat, dat er iets op uw hoofd zit? Nee. Nee, hè? Zie je, ze heeft het niet eens door. Ja, zij kon zelf beslissen, hoor. Nee, dat is echt waar. Zo, u heeft een partytent uit de tuin weggetrokken. Leuk, hè? Vind ik keigezellig hier. Groot genoeg, hè? Ja, gewoon. Lekker tegen de regen ook. Ook aan tegen de zon. Aan tegen de zon. Ziet u eruit? Ik kom naar Staphorst. En dan komt u helemaal zo verkleed naar de koningin? Ja, met een bus vol daar stapse dames en mannen, ook in dracht. Denkt u dat de koningin dat leuk vindt? Dat denk ik wel. Het wachten van alle mensen hier wordt nu eindelijk beloond, want ik heb net gehoord dat de koets vertrokken is van het paleis, dus spannend. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duisenbloed. Zo, dat was het weer, hè? Ja, tot volgend jaar, hè? 1 seconde is ze langsgekomen. Was het wachten waard? Ja, maar dacht u wel. Zeker, zeker weten, ja zeker. Maxima zat aan deze kant, hè? Ja, die heeft het gezien. En die heeft goed gelezen wat erop stond, dus nee, helemaal perfect. Die heeft ook nog even gezwaaid naar de penis? Ja, zeker. De penis aan het hek? Zeker. Was een leuke Prinsjesdag, hè meneer? Ja, echt wel. Dankjewel. Was het leuk? Dankjewel. Nou, tot ziens, en doe maar gauw af, ja. Dag. Nou, dit was Prinsjesdag 2007. Niet tot volgend jaar.